Werd eens tijd dat hij het hok weer uitkwam. Beste bundel stof gevangen. Vandaag gaan we dit lelijke hok maar weer eens uit de schuur halen. Banden zijn niet meer al te best. En het blok zit los. Ik moet even gaan kijken wat we daarvoor nodig hebben om dat weer goed te krijgen. Het ruikt niet al te best. Nieuwe inband. En er ligt er nog eentje achter in de kofferbak. Ja, dit zit niet veel profiel op. Maar ja, als het maar rond en hard is, goed is, ligt er hier. Die is op zich. We gaan het gewoon proberen. Ah, dan trek je de wieldop eraf. Kijk, dat is echt niet normaal hoe die band gescheurd is. Flikker ze niet in, Santi. Ja, boeien. Mooi met vervolg goed wegzet. Ik heb een fucking lijp idee. We kunnen ze ook breed maken. Zo, er ligt nu een krat bier. Oh, dat heeft niemand gezien. Ik weet niet wat dat was, maar het klonk niet heel fijn. Hij de handrem nog wel opstaan. Volgens mij heb ik een krik hier binnen. Oh. Ja, hij zit helemaal in. Klaar. Waarom maken die autisten niet aan dit ding een krikpunt aan? Hé. Ja. Dirk wil hem gewoon graag afspoelen, want er nog steeds Dirk is gay op staan. Lul. Deze shit. Het lekt! Dirk! Dat is niet goed! Oh, het lekt ook echt fucking erg, kut. Oh, hij heeft de box. Hey, hoe ga je die accu eruit halen? Dan moet je wel de polen eraf halen, hè? Wie doet er ook polen in zijn brommobiel? Dit is gewoon voor de 10.000. Ja. Zijn het ook 10.000 kaarsjes? Snacky time. Maar check dit, dit is ons nieuwe logo. Ja, doe maar heel iets aan het dan. Ben jij Ed Sheeran? Ja. Net is hoe we alles tunen. Beetje een school, man. Ja. En maar weer goed vuur in mijn koor. Ja, goed, ontvangst. Dirk zijn motorsteun moet nog steeds vervangen worden. Dit zijn de nieuwe. Ja. Dit moeten dus dezelfde dingen zijn. Zo, echte werkman tools. Dirk, je hebt gewoon een supercharger, kijk dit. Wat was dat? Wat een kuttoeter, waar zit die? Yes. Maak deze inbus maar eens even tot daar. Getunede inbus. Ja, het braam moet ik even af. Wat is dit? Dat is een processiewurm. Niet. Jawel. Wat? Raak hem niet aan, want daar krijg je allemaal aids van. Oh. Deze meneer die hield gewoon het hele blok vast. Dit thuis niet, hè. Ik ga hem meteen opletten. Passende gaat. De vraag van vandaag. Ja. Meteen. Kaas. Hij schuift de achterwiel. Hij is een hartstikke vaste achterwiel.
Ding dampt gek. Dag remreiniger. Hey. Hij loopt nu op één poort of niet? Zo, dikke trommel gek. Hij zit wel vast. We zien wat een zooi ook. Here is your problem. Woest? Ja. Nou, dat vind ik best acceptabel. Hij rolt in ieder geval weer. Kijk maar alsof hij nog wat wil. 2 tot 3 werkdagen voor gloeien. Die beest. Je moet er even uitduwen. Hier is de accu even uit zijn jasje. Ja, dat is het enige wat ik hoor. Oh, die doet het wel. Moltertje zit vastgevroren. Die doet het ook niet. Wacht, moet daar een toeter zijn? Ja, volgens mij zit hij een beetje vol met zand. Hey! Hey! Wat? He, maar dan heeft hij gewoon slecht contact of zo. Ah, oh, weet ik niet. Ah, oh, bijna. Hoppa! Hey Dirk, moet dit zien. Jouw koplamp die zit een beetje los volgens mij. Ja. Volgens mij niet meer. Wat dan? Moet maar even kijken. Oh, die zit een beetje los. Dat is toch een aardige afkeur, wel. Dan moet ik even tunen. Hoe gaan we dit doen? Ik denk dat we nog wat problemen hebben. Volgens mij is het ook niet helemaal. Waarom zit ik ook met een inbus vast? Vind je eindelijk wel leuk. Maar nog niet eerder. Ligt hij er weer onderuit? Straight pipen. Pijpen? Ja. Wat voor de pest. Hij is gestraight piped. Uit te vloeien, de vloeistof is ook al geweest. Oh, hij is wat gemerkt, ja. Dat is de pijp. Op het dak. Hoe komen we er nu weer in? Dat raam. Ha ha ha!
hier dus een dikke spoiler. Afkomstig van een dikke Mazda. Dikke 323 FBA. Alleen te wachten, die spoiler die kan ook heel mooi op deze prachtige auto. Voor meer downforce. Dat ding gaat zo snel, we houden hem nu al niet meer aan de grond. Ja, en we moeten een gat in het dak hoesten eigenlijk. Ja, ze hebben een ding. Die is gewoon iets uitstekend. Oh, dat is niet toef, dat is niet toef. Moeten we dit dichtpurren? Maar dat is ook zo burn. Ja, alleen moeten we eerst even midden berekenen. We kunnen het midden eigenlijk al van de antenne afpakken. Moeten we hem precies hier buigen dus. Ja, gewoon dat die zo heel mooi meeloopt met de contouren van jouw mooie... Brommobiel. Wat die nog recht zit. Ja. Ja, we maken er een spit van. Of een bumper, of een lip. Holy fuck, dikke diffuser erop. Eigenlijk moeten we hem even in de windtunnel zetten, dan weten we wat het beste is. Ik wil ook nog die rest nog maken. Ik zeg dat hier een mooie plek is. Hier zo. Oh. Dat kunnen we zo ook wel proberen. Dit stuur erin te maken. Kunnen we die er zo uitdraaien? Waar zullen we de klarbeen mee voor de deur zetten? Hé, dat past. Dat is een dikke vracht eigenlijk. Wil je even een schroevendraaier pakken, Jan? Nee, dat is geen schroevendraaier. Oh. Ja, dat knipperlicht, daar moet ik nog even naar kijken. Plak een BMW-logo erop en je hebt hem niet meer nodig. Dit is volgens mij best wel veilig. Echt? Eeuw! Ja. Alsof het ervoor gemaakt is. Ik heb er helemaal geen zin in. Oh, het doet nog fijn hoor. Heel normaal. Dat is wel een verschilletje. Hey, dat heb je heel goed gedaan, Dirk. Terwijl die van jouw dak af is getiefd, is je remlicht eraf gepleurd. Hier, yeah, doe dus. Kel, best dik rij. Hoe is het metaal onder? Oh. Ja, alleen dan is de vraag, hoe gaan we die zooi daar eigenlijk in vastmaken? Hij aan de onderkant die boter doorheen drukt en je doet aan de bovenkant een moer. Hier, kan je hem pakken? We hebben een helikopter gebouwd. Oh, spoiler. Ja. Hoppatee. Kan bijna precies. Alles buigt wel een beetje, dus... Maar waarom moet dat met een ratel? Wat? Oh, dat je hem er van onder insteekt. Ja. That's what she said. Yo. Kut. Ja, hij drukt die achteras echt naar de grond. Ja, dat rode knopje. Ja, hij filmt nu. Filmt hij nu? Ja. Hallo.